Dit is dag 14 van de Climate Miles naar Glasgow. We lopen vandaag van Lunteren naar Maarsbergen. Het thema van de dag is de financiële wereld. Ik heb dus vandaag twee podcastgasten. En een van de twee podcastgasten is Arie Koorneef, directeur van de ASN Bank. ASN Bank is natuurlijk in Nederland een van de groenste banken, waar wij ook jarenlang al mee samenwerken. En door velen geroemd, omdat jullie een aantal instrumenten hebben ontwikkeld die je ook aanbiedt aan iedereen open source, om eigenlijk ook al je bankproducten zoveel mogelijk te verduurzamen. Misschien kun je er zelf wat meer over uitleggen. Ja, dat zal ik doen. Nee, dat klopt helemaal. Goedemorgen. Mooi om hier te lopen in het landschap zo tussen Lunteren en Maren. Nee, dat klopt. Kijk, ASN heeft eigenlijk vanaf haar ontstaan, zeg maar in 1960, altijd al gezegd, wij willen op een sociaal-maatschappelijke manier investeren. En onze missie is werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat klinkt heel groot. Mm-hmm. En dat is het ook. Daar zijn we natuurlijk vandaag de dag ook mee bezig. En dat kun je nooit alleen. Dus wat dat betreft heeft ASN altijd een strategie gevolgd om te zeggen van, als we dan nadenken over waar we in willen investeren, dan willen we A, dat het transparant is voor onze klanten. Nou, hoe doe je dat? Dat doe je door bij wijze van spreken niet alleen een verlies- en winstrekening en een balans van de bank te hebben, maar ook een verlies- en winstrekening met betrekking tot CO2 of met betrekking tot biodiversiteit. Dat is altijd de meest simpele manier voor mij om het te verwoorden. Richting onze klanten om eigenlijk ook elk jaar te kunnen zeggen, kijk, dit is onze CO2 winst- en verliesrekening als het gaat om onze beleggingen en investeringen. Nou, zo zijn we een aantal jaren geleden alweer zijn we begonnen met onze eerste verlies- en winstrekening op CO2-gebied. Mm-hmm. Met inderdaad een methode die dat inzichtelijk maakt. Nou, daar is een prachtige afkorting voor. Dat heet Carbon Accounting Financials. Mm-hmm. En toen we die methode hadden staan, dachten we, oké, maar dan willen we onszelf ook een doel stellen. Dus dat hebben we ook gedaan. We hebben gezegd, we willen in 2030 klimaatneutraal zijn. En dat betekent feitelijk dat alle emissies onderaan de streep op nul uitkomen. Nou, dat doel, we wisten eigenlijk niet hoe we daar zouden komen, hè, toen we dat riepen. We wisten ook niet hoe snel we dat zouden kunnen bereiken met al onze beleggingen en investeringen. Maar dat doel bereikten we eigenlijk veel sneller dan bedacht, namelijk al in 2018. Dus inmiddels hebben we dat doel bijgesteld. En ik moet je zeggen, dat is best ambitieus. En we zijn er nog volop aan het studeren om het klimaat positief te zijn in 2030. Dat betekent feitelijk dat we ook projecten moeten gaan vinden die CO2 uit de lucht halen. Nou, daar heb je natuurlijk ook heel veel verstand van. Die zijn er wel. Ja. Maar als je vanuit rendementsperspectief kijkt, en we gaan niet voor maximale rendementen, maar het moet wel een robuuste en veilige en gezonde bank blijven, dan is dat best ingewikkeld. Maar goed, dat even parkeren. Maar als je al in 2018 neutraal was qua CO2, dat betekent, je had natuurlijk ongetwijfeld bedrijven die nog wel wat uitstoten. Ja. Dus dan had je aan de andere kant ook projecten die CO2 uit de lucht halen. Dus die had je ook al voor een deel. Nou, in zoverre dat wij berekenen nu met het voorkomen van emissies. Mm-hmm. Dus als wij bijvoorbeeld nu investeren in een zonnepark of in windenergie op zee, dan voorkomen we daarmee emissies die normaal gesproken fossiel uitgestoten zouden worden. Dus zet je dan een minnetje. Exact. Dus dat is, en een positief, zeg maar, klimaatpositief voegt daar nog een extra element aan toe. Mm-hmm. Want dan gaan we inderdaad ook kijken naar projecten die daadwerkelijk CO2 uit de lucht halen. En dat doen we wel een klein beetje al. Hè. Dus we investeren wel in internationale fondsen die bijvoorbeeld gericht zijn op bosbeheer of bosontwikkeling. Mm-hmm. Om maar een heel simpel voorbeeld te noemen. Maar dat zijn er eigenlijk nog veel te weinig. Dus daar willen we eigenlijk een stukje verder de ontwikkeling in doormaken. Dus dan gaat het dus vooral over projecten bomen planten of landbouw met meer carbon in de koolstof in de bodem houden. Misschien ook nog wel iets in de sfeer van algen en dat soort dingen? Of klopt, ja. Wat voor soort projecten zien jullie voor je? Nou, wat je ook nog ziet internationaal is natuurlijk combinatieprojecten waarin bos en bijvoorbeeld koffieplantages gecombineerd worden. Mm-hmm. Dus daar investeren we onder andere in. Veengebieden zou je iets mee kunnen doen als het gaat om de waterstand. Waters. Natuurlijk. Ja, ja. Het verhogen van de waterstand in veengebieden, wat heel goed is, daar kan ik me niet heel goed voorstellen hoe jij daar als bank ook nog iets aan verdient. Nee, dus daarom zei ik ook, het is best wel ambitieus. Ja. En we zijn ook echt nog wel aan het studeren om te kijken van, ja, hoe zou je daar in ieder geval dan nog een soort van case van kunnen maken om ervoor te zorgen dat het wel kan. Laat ik een ander voorbeeld noemen. Ik weet niet of het haalbaar is, hè, maar we zijn bijvoorbeeld nu ook in gesprek, misschien even een zijstapje,
met de bouwwereld in Nederland. We hebben natuurlijk een enorme woningopgave en we hebben een klimaatopgave. En wij dachten samen met een aantal anderen, waarom combineren we die twee dingen niet? Je ziet natuurlijk in de landen om ons heen dat er heel veel met hout gebouwd wordt. In Zweden isoleren ze hun huis heel simpel met houtsnippers die overblijven. Wij doen dat met ongezonde materialen. En natuurlijk de CO2-uitstoot bij productieprocessen voor cement en steen is ook enorm groot. Dus we zijn nu met die hele keten in gesprek om te kijken hoe je nou vanuit zeg maar de ontwikkeling van productiebos in de hele keten met duurzame materialen, met kruislaaghout methodologieën, hoe je kunt komen tot een simpele vorm van huizenbouw in Nederland. Maar dan moet je dus ook alle huizenbouwers verleiden. Ja, maar dat is dat op zich. Hè. We hebben al gesproken met bijvoorbeeld een partij als Heijmans. En je ziet wel dat de keten best wel bereid is om te veranderen. Ze zijn ze ook wel op aan het studeren. En er zijn ook al voorbeelden van, laat ik het zeggen, fabrikagehandel in Nederland, waar al houtbouw prefab klaar wordt gemaakt en ook al wordt ingezet. En die kun je heel alleen snel je zou opbouwen, willen schalen. Ja. Ja, en er zijn ook al flatgebouwen van hout, dus er kan heel veel. Ja, er kan heel veel. En tot nu toe hebben we het niet gedaan. Ik neem aan dat er ook een reden voor was. Ja, geld. Hout is veel duurder, bedoel je? Nou ja, in eerste instantie, als de schaal er niet is, is het productieproces duurder. Ook duurder voor de consument, ook niet onbelangrijk. Ik denk ook dat, dat we de leningstechnisch geen rekening mee houden. Er komt een mooie tractor nu voorbij. Ja. En dat hoort ook zo in het boerenland hier in Lunteren. Ja, dus er zijn nu nog heel veel redenen waarom het ingewikkeld is. Maar wij denken dat als overheden, bedrijven, projectontwikkelaars, banken zoals wij, als die daarin wat meer met elkaar gaan samenwerken, dat er best wel mogelijkheden voor zijn. Oké, je ziet wel een open houding. Absoluut, ja. Er zijn ook best wel wat initiatieven waarin die partijen elkaar regelmatig ontmoeten. En net als jij zijn we vaak heel erg ongeduldig. Hè? Want het probleem is nu en we moeten ook niet te lang praten. Maar ik ben redelijk optimistisch als het gaat om het gebruik van materialen. En we hebben veel contacten met duurzame ondernemers. En als we die schaal kunnen bieden in enige lijn vorm, dan kunnen we denk ik ook met andere toepassingen in die woningbouw. En met ook al aannemers die ook al die kant op denken en daadwerkelijk ontwikkelen, kunnen volgens mij best wel mooie stappen zetten. Zou de overheid het ook gewoon moeten in de wet moeten zetten dat het gewoon met hout moet tenzij? Nou, of wat natuurlijk ook richting de zware industrie noodzaak is, maar met borg- of garantstellingen gaan werken. Waardoor het bijvoorbeeld voor financiële instellingen makkelijker wordt om in eerste instantie tot financieringen van projecten over te gaan, die nu rendementstechnisch misschien nog wel wat lastig zijn. Dus dat is ook wel een oproep die we geplaatst hebben. Maar het liefst, het mooiste zou natuurlijk zijn dat hout eigenlijk keuze 1 wordt. Ja. En al het andere kiezen we niet meer. En zover zijn we nog niet natuurlijk in Nederland. Er wordt nog heel traditioneel gebouwd. En we hebben het veel over de fossiele sector, maar ook de cementsector is een van de meest vervuilende industrieën natuurlijk. Een hele grote uitstoot, ja, absoluut. Wij zijn natuurlijk in Limburg wel gestopt met een aantal activiteiten die heel erg uitstoot. Heel veel uitstoten, maar dat is dan verplaatst naar Duitsland en België. Maar wij importeren het dan vervolgens weer. Dus voor cement en beton is gewoon eigenlijk geen ruimte meer. Als je het echt zou willen doen, die onder die 1,5 graad blijven. Exact. En kijk, en weer terug naar die methode. Hè, want de methode is maar technisch. Hè, dus als je dan dat soort projecten gaat financieren, dan wordt onze balans in ieder geval nog groener dan dat die al is. Maar het belangrijkste vinden we eigenlijk om datgene wat we ontwikkelen, om dat ook inderdaad, wat je zelf al zei, te delen met andere financiële instellingen. Dus dat is voor ons ook reden geweest om destijds in de trein naar Parijs, dat was mijn voorganger, Ewart Goudswaard. In 2015. In 2015 was dat. Dat heette toen de Carbon Pledge, maar een soort manifest van jongens, we moeten echt onze beleggingen en investeringen anders gaan richten, groener worden. Doen jullie mee? Nou, er is een platform uit ontstaan. Een partnership noemen we dat inmiddels, waarin we feitelijk aan de deelnemers vragen van joh, stel een strategie op, maak een doel en zorg voor onderliggende activiteit om het doel te realiseren, om die beleggingen en investeringen gewoon groen te maken. En hoeveel hebben dat ondertekend? Of doen inmiddels, we dat, had ik, dat hadden wij nooit durven denken, maar inmiddels 154 partijen wereldwijd, zo, waar ook de grotere partijen aan meewerken. Dus dan moet je denken aan HSBC, Morgan Stanley,
Ook een mooie Nepalese bank, vind ik ook weer heel mooi. Mm-hmm. Maar je ziet dat dat eigenlijk zich nu enorm aan het uitbreiden is. Dat komt natuurlijk ook wel deels, hè, niet naïef, door de maatschappelijke druk die gelukkig steeds meer ontstaat. En door de urgentie die er ook nu gelukkig weer vanuit Amerika onder Joe Biden, maar ook natuurlijk in Europa door Frans Timmermans en anderen aan wordt gegeven. Maar je ziet wel dat banken zich steeds meer bewust zijn van het feit dat ze anders naar hun investeringen moeten gaan kijken. Maar is het dan dus ook zo dat al die banken, als ze een klant krijgen, vragen van hoeveel stoot jij uit als je je producten maakt? Is jouw pand energie neutraal? Rijden jouw mensen allemaal elektrisch? Bemoeien jullie ook allemaal met dat soort dingen dan, om te zorgen dat die klanten zo weinig mogelijk uitstoten? Wij wel, maar dat doen nog lang niet alle banken. We hebben een afdeling, dat heet het Expertisecentrum Duurzaamheid. Dat is ooit opgezet door onze duurzaamheidsguru Piet Springers, die af en toe nog wel eens in het land ook spreekt. Mm-hmm. En daar worden feitelijk alle bedrijven waarin we investeren via onze beleggingsfondsen, als ook alle projectfinancieringen die we doen, mm-hmm. en ook al onze samenwerkingsverbanden, die worden eigenlijk gewoon doorgelicht op ons duurzaamheidsbeleid. En dat duurzaamheidsbeleid passen we natuurlijk ook aan door de tijd. Dus jullie worden steeds strenger? Ja. We vragen meer of weten meer? Ja, we worden steeds strenger, maar het is best wel een moeilijk vak, vind ik. Omdat het soms natuurlijk ook wel een beetje, het brengt ook dilemma's met zich mee. Mm-hmm. Ik mag een voorbeeld noemen. Een bedrijf wat in ons universum zit, dus in zo'n fonds zit, dus dat is Unilever. Je kunt heel veel negatieve dingen zeggen over een bedrijf als Unilever als het gaat om gebruik van grondstoffen bijvoorbeeld. Maar daar hebben ze natuurlijk wel een ontwikkeling in doorgemaakt. Ze hebben zich in ieder geval sinds een aantal jaren wel duidelijk gepositioneerd als een bedrijf wat wil meedenken om die transitie te maken. Dus wat doe je dan met zo'n aanjager tussen haakjes? Mm-hmm. Laat je die links liggen of laat ik maar even anders zeggen, bied je die een kans om daarin positief op te trekken? Dat lijkt me best moeilijk, want jullie hadden op een gegeven moment ook, was dat nou Tesla of zo? Ja. Die hebben jullie eruit gegooid. Klopt. Terwijl iedereen denkt, die is heel duurzaam. Hoe werkt dat dan? Nou, er zijn twee dingen. Hè. Dus de productie van batterij is natuurlijk een issue. Ze hebben onder andere een aandeel in een bedrijf in Afrika wat het niet zo nauw neemt met de mensenrechten. Mm-hmm. En de tweede is dat ze het ook niet zo nauw namen met vakbondsvrijheid en goed zijn voor hun eigen werknemers. Dat is zo breed, dus, kijken jullie er ook naar. Ja, we hebben feitelijk die drie pijlers van ons duurzaamheidsbeleid. Hè. Dus het moet goed zijn voor klimaat, biodiversiteit, mensenrechten. Het kan nooit zo zijn dat als iets goed is op het gebied van klimaat, maar niet op het gebied van mensenrechten, dat we het dan goedkeuren. Okay. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden natuurlijk. En reageert Tesla daar dan op als jullie dat doen? Zijn ze zo arrogant als ze denken? Dat is heel verschillend. Ik zal de naam niet van het bedrijf noemen, maar we hebben ooit een hele bevlogen CEO van een groot Nederlands bedrijf op bezoek gehad, want die baalde er gewoon van dat hij niet in het universum kwam van ASN. Dus toen hebben we erover gesproken van wat is dat dan? Mm-hmm. Waar ligt het dan aan? Dus dat zijn mooie gesprekken. Ja. En uiteindelijk gaat hij dan weer weg. En dan hoop ik dat hij samen met zijn mensen gaat kijken om dat te veranderen. En dat is ook wel gebeurd. Ik wil niet zeggen dat het door ASN komt, maar ik denk wel dat wat ik goed vind is dat zo iemand de moeite neemt om gewoon eens even langs te komen. Ja. En gewoon eens te horen van de mensen die daar dagelijks over praten, hoe zij nou naar zijn bedrijf kijken. Dus dat is natuurlijk wel het gesprek wat je wil. Maar Tesla is natuurlijk zo groot. En ASN Bank van de Netherlands zal geen impact maken op Elon Musk, denk ik. Dus dat is dan weer wat kleiner. Maar, dan zeg ik er ook gelijk bij, kijk, als wij zijn nu wel als financiële instellingen verenigd in die platformen. We hebben er ook één op het gebied van biodiversiteit. Mm-hmm. En ook één op het gebied van mensenrechten. Daar kijken we vooral naar de ketens in bepaalde industrieën. Bijvoorbeeld de kledingindustrie. Daar streven we naar een leefbaar loon. Mm-hmm. Het helpt natuurlijk wel als je belt namens al die partijen, hè, die zo'n 3 triljoen aan beleggingen en investeringen in de kledingindustrie hebben uitstaan, of dat je belt namens ASN Bank. Ja. Dus dat maakt toch wel wat meer indruk. Die samenwerking helpt. Ja, absoluut. Maar je hebt wel best veel omvattende dingen opgestart dan op 3 zulke verschillende terreinen. Dus dat kan je bijna niet alleen maar zelf doen. Nee, zeker niet. Dan heb je al die partners echt heel hard nodig. Ja, en daar en ook de inhoudelijke partners zoals jullie. We hebben ook feitelijk gezegd, op die 3 pijlers willen we ook heel graag samenwerken met maatschappelijke organisaties. Mm-hmm. Op inhoud, met evenementen. Dat is toch geweldig. Ze zijn wel heel blij met je komst, Marjan. Dat zie ik al. Word je er overal zo enthousiast begroet of niet? Nou, ik merk wel op heel veel plekken waar we langs koeien of paarden lopen, gaan die met ons meelopen of galopperen of hollen. Het is heel grappig om te zien. Het zijn echt wel kuddedieren. Ja,
Ja. Dat wij met zo'n lange stoet langs, dan gaan ze met ons mee. Dat is wel leuk. Ja. En dan denken ze, hé, dat zijn ook kudde dieren. Ja, precies. Dan, ja. Ja. Nee, dus, maar het klopt, weet je. Ik ben ook ontzettend trots wat we, hè, want we werken geen duizenden mensen bij ASN Bank. Hè. Het zijn er zijn onder bij de 190 collega's. Nou, daar bedienen we natuurlijk in eerste instantie onze klanten zo goed mogelijk mee. Mm-hmm. Met onze duurzame bankdiensten. Maar wat we doen met het geld van onze klanten, ja, dat is eigenlijk altijd ons vertrekpunt. Hè. Dus, en dat is gewoon ploeteren, hard werken. Mm-hmm. Soms dingen roepen waarvan je eigenlijk zelf nog niet weet hoe je het gaat realiseren. Nou, dat vind ik wel mooi. Dat hoor ik eigenlijk de hele tijd een beetje. Het Pippi Langkous idee. Ik weet nog niet hoe het moet, maar ik denk dat ik het wel kan. Ja, zo is het. Ja. Dat is niet heel erg bankachtig om, zeg maar, zonder dat je alle risico's precies in kaart hebt, gewoon te beginnen en te denken, ik ga gewoon kijken waar ik uitkom. Het past wel erg bij de transitie, hè, te zoeken en leren en experimenteren. Ja, zeker. Maar ik ken niet zo heel veel banken die dat echt serieus doen. En merk je nou ook dat je met je voorbeeldgedrag en je starten, dat je daar anderen mee inspireert en dat banken gaan volgen, ook in andere landen? Ja, dat voorbeeld wat ik net noemde, dat vind ik daar ben ik ook echt ontzettend trots op. Weet je. Wie had ooit kunnen denken dat zo'n initiatief door toch een bank uit Den Haag wereldwijd gevolgd gaat worden? Hè? En daar pakken ook collega-banken pakken dat nu over. Hè? Wij hebben geen internationaal netwerk. Mm-hmm. Dus we hebben onder andere aan Triodos gevraagd, waar we ook mee samenwerken. Mm-hmm. Van jongens, willen jullie nu het voorzitterschap overnemen? Want die zijn internationaler gericht. Die zijn internationaler gericht. En ABN AMRO, die ook onderdeel is van dat platform. Hè, mm-hmm. Je vroeg naar andere banken ook. Mm-hmm. Ja, die helpt Triodos daar ook bij. Dus, weet je, dus daar zie je echt wel beweging ontstaan. Wij hebben natuurlijk wel het voordeel dat we, gewoon een overzichtelijke organisatie hebben. Dus ook wat sneller kunnen acteren. En met 200 mensen een totale bank runnen. Dat is natuurlijk best klein, efficiënt groep, ja. En goed. Maar dat betekent ook dat je wel wendbaar is, bent en blijft. Dus dat helpt ons ook. Maar jullie investeren volgens mij sowieso niet in olie, kolen en gas. Nee, nooit gedaan. En zijn er nou ook andere banken die dat volgen? Triodos doet dat ook niet, volgens mij, inmiddels. Heel weinig. Je ziet wat eerste. Kijk, we hebben wat eerste schermutselingen gelukkig gezien als het gaat om niet meer investeren in steenkool. Hè? Dat was eigenlijk de eerste stap. Hele groep banken waar je mee samenwerkt, heeft die dat verklaard al of nog niet? Ik weet niet van allemaal, maar een aantal wel. Mm-hmm. Ja. Maar wat je natuurlijk wel ziet is dat de volgende stap, namelijk gewoon desinvesteren in fossiel, is natuurlijk wel ingewikkelder. Mm-hmm. Ik heb nog een getal in mijn hoofd zitten. We hebben ooit eens onderzocht dat in de periode na Parijs, 2015 tot 2019, als je kijkt naar de 60 grootste banken wereldwijd, dat die nog zo'n 3,8 biljoen dollar hebben geïnvesteerd in fossiel, terwijl we eigenlijk toen al wisten dat het investeren niet meer zo handig was, zeg maar. Mm. Dus daar moet echt nog wel wat gebeuren. En niet alleen bij banken, ik denk ook bij pensioenfondsen is die discussie natuurlijk hetzelfde. Dus ik ben heel blij met een stap van bijvoorbeeld PME, die gezegd hebben. Even voor de luisteraars, wat is PME? Dat is een pensioenfonds. Ja. En die hebben gezegd, we gaan niet meer investeren in fossiel. Of zo, hè? Ja, klopt. Ja, en er was er ook nog een van de horeca die dat ook hebben gezegd, geloof ik. Dat zijn wel mooie, goede stappen. Dat zijn dan ook aanjagers en koplopers, zeg maar, in hun sector. Mm-hmm. En dat hebben we wel nodig om die transitie te versnellen. Nou ja, het ABP is natuurlijk een van de grootste pensioenfondsen in de wereld. En daar was ik bijna 10 jaar geleden al om te vragen of ze daarmee wilden stoppen. Ja. Maar die blijven volhouden, ik wil dialoog. Terwijl na 30 jaar dialoog met Shell is het gewoon. Ja. Wordt natuurlijk nooit een bedrijf wat zegt, ik stop met olie en gas, want dan vallen ze om. Nee. En dat is ook, kijk, engagement of dialoog is goed, maar niet, denk ik, het gaat niet meer werken als er gewoon een systeemverandering nodig is. Even een ander voorbeeld daarnaast. Wij zijn wel in dialoog dus met de kledingindustrie wereldwijd. Mm-hmm. Om te praten over dat leefbaar loon. Mm-hmm. Dat is nog geen echte systeemverandering, maar als het gaat om de fossiele sector, dat moet gewoon echt anders. Hè? Dat moet naar nieuwe vormen van energie. Dat weet natuurlijk iedereen die luistert. Maar blijkbaar daar nog niet. Nee, en dat vind ik echt een groot ding. En hoe doen jullie dat dan? Want jullie gaan niet overal zelf naartoe, neem ik aan. Nou ja, wij proberen de boodschap van desinvesteren, proberen we gewoon maar net als jij, mm-hmm. de wereld in te slingeren. Daar andere partijen op te attenderen. Zoals de pensioenfondsen, die we natuurlijk in allerlei overleggen ook wel zien. Ook in het publieke debat, in krantartikelen,
kunt het gek niet verzinnen, maar het gewoon weer steeds weer het onderwerp herhalen van jongens, dat kan gewoon niet meer. Nee. We moeten die energietransitie gewoon in. Nee, ik begrijp ook echt van het ABP niet, want die kunnen makkelijk uit fossiel, daar vallen ze niet van om. Er zijn genoeg andere dingen waar je in kunt investeren. Het zou zo'n ontzettend groot signaal zijn als ze dat gewoon daarmee stoppen. Ja. En op de een of andere manier dan blijven volhouden in dialoog te gaan, ja, dan ben je volgens mij niet echt bezorgd over het klimaat. Nee. Dan weet je niet wat anderhalf graad, onder anderhalf graad blijft betekent. En dan helemaal niet dat bij 3 graden we serieuze problemen hebben en daar koersen we nog steeds op af. Ja. Wat ze eigenlijk allemaal zouden moeten doen, ik weet niet of je die documentaire gezien hebt, Breaking Boundaries. Nee. Op Netflix, kan ik iedereen aanraden. Dat geeft onder andere, komt daar Johan Rockström, de Zweedse wetenschapper aan het woord, mm-hmm. klimaatwetenschapper. Ik vind het al net een popnaam van de popster. Ja, hij is tegenwoordig directeur van het Instituut voor Klimaat in Potsdam, volgens mij. Ja. Maar wat zij mooi gedaan hebben, met commentaar van David Attenborough, maar is gewoon heel duidelijk maken dat we natuurlijk dichtbij, waar jij net ook over had, dichtbij die tipping points zijn. Mm-hmm. En zij maken heel mooi inzichtelijk, je wordt er ontzettend chagrijnig van, dat waarschuw ik iedereen alvast eventjes voor. Depressief waarschijnlijk. En depressief. Maar ze maken we heel mooi inzichtelijk dat, zeg maar, moet ik het nou zeggen, dat wij, iedereen denkt nog dat wij zelf het tempo kunnen bepalen van onze investeringen of van onze groei. Mm-hmm. Maar we weten natuurlijk dat de aarde dat bepaalt. Ja. Ja, dus ook vanuit een economisch perspectief snap ik niet zo goed waarom we dan halstarrig volhouden met het investeren in bepaalde sectoren waarvan we nu al weten dat als je kijkt naar de grenzen die de aarde ons geeft of de natuur ons geeft, gewoon op langere termijn niet houdbaar zijn. Dus als mm-hmm. we het dan hebben over je pensioen, dat is lange termijn, snap ik hem vanuit economisch perspectief ook gewoon niet meer. En ik zeg altijd, dan ook nog wel eens van, doen we nou wat haalbaar is? Dat gevoel heb ik namelijk. We doen alleen maar dingen die haalbaar zijn. Mm-hmm. Maar we doen onvoldoende of eigenlijk niet wat nodig is. En ja, we moeten meer naar wat noodzakelijk is. Exact. Om een leefbare aarde te houden. En dat vind ik eigenlijk met alle grote problemen op dit moment. We handelen pas als het eigenlijk al te laat is. Ja. En dan zeggen we, oh jee, waarom we niet eerder begonnen? Ja. Ja, dat is wonderbaarlijk voor de soort mensen die toch de vermogens heeft om ver vooruit te kijken. Ja, toch? Ja. En die zou op tijd kunnen gaan acteren. Ja. Kun je van heel veel dieren niet verwachten, maar deze diersoort wel. En waar ben je zelf het meest trots op, wat de bank heeft bereikt? Ah, mooie vraag. Waar het warmst van kloppen? Ja, ook toch wel van onze fans eigenlijk. Ja, van onze klanten. Ik heb ze gemist in de coronaperiode, want we gaan nog wel eens het land in om te vertellen wat we doen op het gebied van duurzaam bankieren. En daar zit zoveel bevlogenheid ook van onze klanten in, met ingewikkelde vragen. Mm-hmm. Inderdaad ook vragen van, waarom investeer je wel in Unilever? Dus mm-hmm. het houdt ons ook scherp. Je hebt kritische klanten ook. Hele kritische klanten, ja. En we hebben jaarlijks ook voor onze beleggingsfondsen, van ons beleggingsbedrijf hebben we een aandeelhoudersvergadering. Ik heb me laten vertellen dat na Shell de grootste is in Nederland. Er komen zo'n iets meer dan 1000 mensen naartoe. Dat is echt heel veel. Ja, en dan staat er een mooie loopmicrofoon. Hij staat er in het midden, mm-hmm. in die looppaden. En dan krijgen we ook daar weer hele kritische vragen. En ja, daar ben ik eigenlijk wel trots op. Hè, dat het, je hebt het gevoel dat je een soort beweging bent. Ja, het klinkt misschien een beetje overdreven. Maar nee, maar jullie doen ook echt aan community building. Want jullie hebben ze ook zo'n website waar ook allerlei goede producten en initiatieven staan. En jullie blad wordt heel goed gelezen. Die gaat naar ontzettend veel mensen, volgens mij. Ja, klopt. Ja, dus bijna de oplage van een ochtendkrant, zeg maar. Ja. Maar en wat ik ook echt, waar ik ook heel trots op ben, is wat de collega's allemaal doen voor duurzame of samen met duurzame ondernemers. Ik weet niet hoe jou dat vergaat, maar ik word altijd ontzettend, ik krijg ontzettend veel energie van nieuwe ideeën van mensen. Die ook daar weer, weet je, jonge mensen, kritische vragen, nieuwsgierige blik, optimistisch. Komen ook met mooie oplossingen. Ook als ik kijk naar de historie. Een partij als Zeepje die ooit meegedaan heeft aan de ASN Bank Wereldprijs en nu als alternatief voor wasmiddelen, zeg maar, op het schap ligt bij de Albert Heijn en bij anderen. Ja, weet je, dat vind ik mooie transities, zeg maar. Dat zijn mooie voorbeelden. Als jij door de supermarkt loopt, dan denk je, hebben wij toch bij geholpen. Nou ja, vooral Jasper en zijn collega's hebben dat gedaan, hè, dus Zeepje zelf. Maar mm-hmm. ik vind het wel mooi dat we ze daarin een zetje kunnen geven. Maar ook andersom, hè, we ontvangen ook heel veel. Mm-hmm. Wat ik net zei, inspiratie. En het zet mij ook weer aan tot denken.
Ja, dus een heel af en toe mag ik gedurende dat proces richting de grand finale van de ASML Wereldprijs ook met ondernemers in gesprek en ze een beetje coachen als ze dat willen. Dan kom ik ook in aanraking met ondernemers die bijvoorbeeld bezig zijn met die biobased materialen voor de bouwsector. Mm-hmm. En dan zie ik dus, ja, weet je, het idee is er. Waar ze tegenaan lopen. En ja, dus ja, daar ben ik ook super trots op. Ja, en dan toch het moment in richting Parijs in een trein van mijn voorganger. Een idee neerzetten en dan vervolgens wij nu allemaal pratend hier in het mooie boerenlandschap in Lunteren en omgeving en zeggen dat dat inmiddels een wereldwijde opvolging heeft gekregen. Dat vind ik ook wel goed. En aan de andere kant natuurlijk ook nog wel veel zorg. We weten dat het niet snel genoeg gaat, et cetera, et cetera. Dus dat is weer de andere kant van het verhaal. Ja, behalve op klimaat proberen jullie ook op biodiversiteit dingen te veranderen. Ja. Is dat moeilijker? Het is denk ik een beetje dezelfde route. Een beetje vallen en opstaan. Je hebt natuurlijk ook met Carolien gesproken. Mm-hmm. Ook daar proberen we weer door inzicht mensen de urgentie duidelijk te maken. We hebben samen met RVO onderzoek gedaan op basis van ook daar weer de methode die we ontwikkeld hebben. En die hebben we losgelaten op de effecten van de 1500 grootste bedrijven in de aandelenmarkten. Dat heet de Worldwide MSCI Index. Die hebben we geanalyseerd in hun impact op de natuur. En dan zie je dat hun impact zo groot is als een gebied als Rusland. Als je gaat nadenken over het aantal hectare wat dan biodiversiteitsverlies wat tot biodiversiteitsverlies leidt. Want jullie kijken dan hoeveel bossen worden door die bedrijven gekapt en dat soort dingen? Ja, grondstofgebruik, onder andere watergebruik. Soms ook het inbrengen van invasieve soorten. Hè. Dus planten die eigenlijk andere planten die eigenlijk niet thuis horen in een bepaald land, een andere plantsoort bedreigen. De Japanse duizendknoop is daar een mooi voorbeeld van in Nederland. Dat voor al die bedrijven te onderzoeken is een enorme klus. Zeker. En ook daar, hè, dat is ook een ontwikkeling. Hè. Die methode hebben we nog niet zo lang staan. Dan ben je ook afhankelijk van de hoeveelheid data die er is. Hè. Dus mm-hmm. Het is ook niet zo dat het de absolute waarheid is. Maar dus we zijn het ook weer aan het doorontwikkelen. Ook daar hebben we weer een platform voor opgericht. Ook daar doen inmiddels meer dan 20 financiële instellingen aan mee. Dat verrijken we ook weer met elkaar. Om ook daar weer het inzicht te vergaren. Dat geldt ook voor ASN zelf. Hè. Wij hebben ook een negatieve impact met onze beleggingen en investeringen op de biodiversiteit, hè? Op precies te zijn zo'n 70.000 hectare. Daar word ik natuurlijk niet blij van, daar word ik niet fijn wakker. Nee. Hè? Dus en ook daar, maar het mooie is wel, ik weet het. Dus dan kun je een plan maken om te kijken van ja, hoe kunnen we daar de impact, hè, de negatieve impact verminderen. Hè? Door voor andere bedrijven te kiezen of andere projecten te kiezen. Maar ook daar weer, ja, welke positieve bijdrage kunnen we dan leveren om onze doelstelling om een netto positieve impact te hebben op biodiversiteit in 2030, om dat te gaan realiseren. Dus als je dan 70.000 hectare aan hebt getast, dan probeer je weer 70.000 hectare te vergroenen. Ja, of exact. Mee te doen aan projecten die dat doen. Ja. En je vroeg, is dat niet moeilijk? Ja, dat is enorm moeilijk. Hè, maar we hebben goede mensen en we hebben contacten met mooie organisaties. En uiteraard kijken we daar ook heel concreet naar. Dus dat betekent dat we ook weer met nieuwe projecten aan de slag gaan. En dan ga je natuurlijk vragen welke dan. Nou ja, goed, dat in die een fase zitten we nu. Een leuk voorbeeld is altijd goed. Dan kunnen mensen zich er iets bij voorstellen. Ja, vind ik wel moeilijk. Maar er is dus een bedrijf wat uit natuurlijke grondstoffen dus plastic maakt. Mm-hmm. Hè, wat 100 keer beter afbreekbaar is. Het is ook heel goed recyclebaar en het is ook kwalitatief veel beter, waardoor er minder van gebruikt hoeft te worden. Ook daar is weer het mooie dat er inmiddels ook al wel producenten in de keten zijn die dat willen afnemen. Mm-hmm. Ja, bijvoorbeeld iemand als Carlsberg die veel flessen maakt, zullen we maar zeggen. En helpen jullie daar dan ook bij om die keten? Nee, dat doen ze eigenlijk ook al zelf. Mm-hmm. Dan spreek ik met zo'n ondernemer die ooit 12 jaar geleden begonnen is met een start-up om dit te realiseren. Ja, daar word ik dan wel heel erg blij van. En die hebben dus al een aantal jaren een proeffabriek draaien in het zuiden van het land. En die gaan nu grootschaliger met een fabriek starten. In het westen van het land. Om dit te gaan realiseren. Dus daar ligt ook een vraag voor financiering. Maar ook een mooi gedachtegoed van hem is dat ze zeggen, maar wij zijn niet van plan om vervolgens overal ter wereld fabrieken neer te gaan zetten als dit succesvol is. Hè? Want dat moet natuurlijk altijd nog blijken. Maar dat gaan we doen in een licentieovereenkomst. Dus feitelijk zeggen ze, we gaan ons gedachtegoed gaan we gewoon verspreiden. Dat betekent dat alles wat we nu doen, dat we dat natuurlijk goed vastleggen. Dat als iemand anders in een ander land zegt, ik heb het nodig als vervanging voor de huidige plastics. Dat kan met zo'n
met zo'n licentieovereenkomst. En dus daarmee kan je ook schaal creëren. Mooi. En natuurlijk moeten we het gebruik van plastic terugdringen, laat ik dat ook even duidelijk zeggen. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar ook in die transitie zul je dat zeker nog nodig hebben. En dan is het beter om plastic te hebben die bestaat uit natuurlijke grondstoffen in plaats van uit fossiele grondstoffen. Ja, nou mooi. En voor jullie speelt het dus ook wel een rol dat als bedrijven bijdragen aan jullie eigen, zeg maar even, groene biodiversiteitsbalans. Dat je ze dus misschien wat eerder soms wil financieren dan alleen maar puur om financiële redenen. Want sowieso zie je in die nationale en internationale projectfinancieringen dat de rendementen niet heel erg hoog zijn, die duurzame financieringen. Dus onze drijfveer is daar niet een maximaal rendement, maar onze drijfveer is daar gewoon goede impact maken. Mooi. En onderliggend zijn we natuurlijk gewoon een robuuste en veilige bank. En dat betekent dat wij, net zoals elke bank, natuurlijk een deel van spaargeld veranderen in geld voor hypotheken, maar dan wel duurzame hypotheken. Ook beleggen in obligaties van landen, maar dan wel landen waar de mensenrechten bijvoorbeeld gerespecteerd worden, nou ja, et cetera, et cetera. Dus er zit ook altijd nog een mooie stevige laag onder, waar ook het duurzaamheidsbeleid onderdeel van is. Nou, ik vond het hele mooie voorbeelden. En ik denk dat het belangrijk is dat de financiële wereld helpt om te duwen. Want we worden toch helaas wel vaak door financiën gedreven. En als de financiën dan de goede kant op duwen, dan gaan we sneller met z'n allen. Ja. Nou, dan ronden we hierbij de podcast voor vandaag af. Ik denk dat het mensen heel veel inzicht heeft gegeven in wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Dat je veel meer bent dan een bank. Dit was de 14e dag van de Climate Miles. Okay. Morgen lopen we de 15e dag. Morgen lopen we van Maren naar Utrecht. En dat is ook de allergrootste dag tot nu toe. Volgens mij hebben zich 300 mensen aangemeld, ook voor de presentatie bij het KNMI. Die komt ook per livestream, dus iedereen kan thuis achter de computer de presentatie bij het KNMI volgen. Dus ik zou zeggen, iedereen die de podcast op tijd luistert, doe dat. Volgens mij wordt het heel erg interessant. En tot de volgende dag. Urgenda loopt nog de hele maand oktober de Climate Miles. Van Groningen naar Glasgow. Wil je meelopen? Kijk op theclimatemiles.nl voor alle informatie. Ook vind je daar dagelijks nieuwe video's en podcasts. Let's accelerate!